Je hebt wel een heel gespannen bekkie, hè? Ja. Is het moeilijk? Op zich wel. Ja, alle aandacht is vereist. De opdracht is om een pizza op tijd te bezorgen. Het is dan wel een spelletje, maar ook pure ernst. De verkeersregels zijn hetzelfde en ook in deze virtuele bebouwde kom mag je scooter niet harder dan 45 km per uur. De rit wordt met de jongeren nabesproken door een van onze medewerkers. En we proberen daarop in te zoomen op de dingen die goed gaan, maar ook op de dingen die ze beter kunnen doen. Ga jij niet al een beetje hard? Ja, dat ook, ja. En als ze een ongeluk maken in het spel, dan zakt hun veiligheidsscore. En het is de bedoeling dat ze natuurlijk zo'n hoog mogelijke score halen. Allemaal om dat bewustzijn te creëren, veiliger rijden. Maar ga je dat ook doen na het spelen van zo'n computerspelletje? Ik denk niet dat jongeren iets van leren of zo. Nee, waarom niet? Omdat, ja, ze doen, ze rijden gewoon wel wat ze willen en ze rijden gewoon hoe ze willen. Nee, die garantie die hebben we niet, maar we proberen jongeren hier wel de boodschap mee te geven. En we proberen die bewustwording erin in te krijgen, dat ze zich dadelijk op de weg veilig gedragen. Ja, ik hou me wel gewoon aan de regels, dus. En dan moet ik geloven. Ja. Nou, dat willen we ook eens even in die virtuele bebouwde kom zien dan. Je hebt voor voertuigbeheersing 5,3. Niet zo. Verkeersregels hebben wel net een voldoende. Dat ging al iets beter. Ja. Bas. Vierde plaats. Vierde plaats. Ah, valt me mee. Goed, hè?